Nou, ik heb een kleine verrassing. Marco en Davina zitten boven, weten van niks. Goedemiddag. 32% heb je overgezicht. Hi. Hey, goeiedag. Hi. Hi. Oh, sorry. Hi. Hallo. Hallo allemaal. Jongens, ik kom een beetje binnenvallen zo. Ja. Met leuk nieuws. Want hoe is het met jullie? Ik zit het net met hun door te nemen. Dat, hoe ongelooflijk bizar deze afgelopen ride was voor ons. En dat we dan in de Kuip staan met elkaar. Kijk, zij is voor mij de nieuwe generatie zangeressen. Ik wist toen ik haar hoorde, ik denk, nou, daar zijn we voorlopig niet van af. Nou ja, dan hebben ze een prachtige samenwerking met elkaar. En dat pakte zo ontzettend goed uit. Dat als je in de Kuip staat en je staat dan hoog in de charge. Dat was voor ons echt een cadeautje. Je voelt aan het publiek. En ik merk nu nog steeds dat het leeft. En ik zit net met hun door te nemen hoe krankzinnig dat is. Zelfs na, ik doe dit nu 29 jaar. Maar dat het zo ontzettend leuk is dat in mijn optiek generaties met elkaar verbonden. Muziekstijlen met elkaar verbonden, hè? Dance met popmuziek. En zij is de nieuwe generatie. Armin is van alle generaties. Nou, ik heb zelf de afgelopen jaar ook meegemaakt dat ik allemaal lusjes heb geregeld om de diverse mensen. Ja. Ook van de nieuwe generatie. En ook van de nieuwe generatie. Van de generaties. En, dus, en dat optillen en dat podium geven aan elkaar, daar heb ik intens van genoten. Ja? Ja. Nou, je bent niet de enige. Dat vind jij er ook van genoten. Ja. Maar Nederland ook. Het gaat lekker, hè? Ja. Nou, weet je, het is een enorme eer, een enorme achtbaan dat ik inderdaad mag samenwerken met Marco en met Armin en met John. Ik mag er zoveel van leren en ik mag zoveel toffe dingen doen, zoals de Kuip. Wie heeft het ooit gedacht? Het is zo immens. En op het mainstage bij Pinkpop staan met Armin. En met... Het is echt... Het is gewoon echt heel veel en echt heel gaaf. Ik mag jullie verrassen. Holy shit. Dat is niet waar, toch? Met niets minder dan deze week de nummer 1 in de Nederlandse top. Ja! Applaus! Kijk! Alsjeblieft! Davina! Oh. Alsjeblieft! Oh, de glazen die komen eraan. Nee, joh. Ah, dit is super vet. Kijk eens, daar staan we. Daar staan we. Oeh. Wow! Kijk eens even. Nummer 1 in de top 40, gefeliciteerd. Yes. Yes. Moet nog even kijken, anders geloof ik het niet. Ja! We staan 1! Gefeliciteerd. Het is gelukt. Die namen bij elkaar dan ook gewoon. Ja. Hallo. Het is wel een leuk om te hebben. Deze gaan we wel ophangen, hoor. Ja. Gooi, staat gelijk een spijker in de muur. Ah. Nee! Ja. Gefeliciteerd! Oh, nummer 1 in de top 40! Wel schelden, maar niet. Oh, lekker zeg. Verrassing chauffeurdienst. Wat is dit dan? Was het goed? Ja, met jou? Kom even mee. Oh. Goeie vlucht gehad? Ja, zeker. Ja? Ja, goed zo. Ik heb een hele mooie videoboodschap die ik even aan je laat zien. Oh shit. Druk maar op play, zou ik zeggen. Nee. Oké. Okay. Hey, weet je wat ik nou net hoorde? Wist ik ook niet. Dat ik... Armin zijn eerste nummer 1 is in Nederland. Ja, Armin. Gefeliciteerd, jongen. Ja, dat was wel zo. Yeah, baby. Samen vaker met ons werken. En dan zie je wat er kan gebeuren. Zie je? Ja. Wij zijn... ongelooflijk trots op dat je dit met ons wilde doen. We kijken uit naar de tour. Las Vegas. Nummer 1 is te gek, maar met dit clubje was het echt uber. Mies zei het al, het is echt family. Ja. Love you guys. Hey, proost vriend. Yo. Proost. Yo. Ah, wat te gek, jongens. Gefeliciteerd, man. Ja, yes. Dus, namens Q Music. Yes, baby. Je allereerste nummer 1 in de top 40. De enige echte. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Top, zeg. Sorry, Duncan. Goeie plaat. Maar, jezus. Gefeliciteerd, man. Je 39ste nummer in de top 40. En nu dan keihard op nummer 1. Jezus. Nou, te gek. Staat er echt. Kijk maar. Welkom terug in Nederland. Gefeliciteerd, jongen. Ja, dankjewel. Te gek. Wauw. Q Music. You make us Q.